toet, boing, boing, fappen is lekker. Ik had deze video gezien in mijn aanbevolen. Hoe de bankzitters YouTube Nederland overnamen. Overnamen? Overnamen. Overnemen. Aan het overnemen zijn. Ik heb deze video's, die heb ik wel eens gezien in het Engels. En dat gaat dan over een hele grote YouTuber. En dan hoe ze zijn begonnen. En hoe het is ontstaan. En ik ben benieuwd wat hij over ons gevonden heeft. Het belangrijke bij deze video is dat je altijd even een beetje nederig bent. En dan bedankt wie allemaal aan je succes heeft bijgedragen. En ik wil graag één iemand in het bijzonder bedanken. En dat is NordVPN. Nee. Want NordVPN is de sponsor van deze video. En mijn vaste sponsor /VPN. Zo, hey, zal ik jou wat vertellen? Ja. Ik heb dus weer NordVPN in het dagelijks leven gebruikt. Zoals je weet was ik even een paar dagen weg, even op werktrip. Ja. Op de skis. Ja, wel. Op de skis werktrip. Kijk, ik was daar met mijn hele lieve vriendin. Ja. Dus dan kan je niet constant WK kijken. Maar ik wilde de samenvattingen kijken. En die komen op YouTube en de NOS post die. Ja. Maar als je dus in het buitenland bent... Kan dat niet. Dan komen ze gewoon niet in je YouTube. En als je ook opzoekt NOS, dan krijg je hem niet. Maar ja, het is ook niet dat je als je erop klikt dat er staat van mag je niet in het land. Nee, ze zijn er gewoon niet. Nee, je kan ze niet vinden. Niet, dus ik even NordVPN openen. Ja. He. Nederland drukken, boom. Want daar gebruik je een VPN voor. Zodat jij je met één klik op de knop naar de andere kant van de wereld kan verplaatsen. Zodat je daar alle content die beschikbaar is op YouTube, op Netflix, op welke streamingsdienst dan ook, kan bekijken. En niet alleen dat. Daarnaast ben je met NordVPN ook altijd beveiligd. Want of je nou met een openbaar wifi-netwerk verbindt of thuis allemaal rare sites bezoekt. NordVPN beschermt je data, zorgt ervoor dat er niemand bij kan. En dat jij dus nooit beelden laat uitlekken van je skivakantie in de Dolomieten. Gaf je de link in de beschrijving naar nordvpn.com/Raoul of gebruik de kortingscode Raoul voor korting op een 2-jaren plan. Zodat jij altijd en overal alles kan kijken, beveiligd bent en bovenal lekker makkelijk op heel veel apparaten NordVPN kan gebruiken. Het is echt handig. Ik vind het top. Toppie. Goed. Laten we beginnen. Matty, Milo, Koen, Raoul en Robbie hebben samen meer dan 4,4 miljoen abonnees verdeeld over meer... Dat vind ik bullshit. Samen 4,4 miljoen abonnees. Nee jongen, het zijn misschien abonnees. Bij elkaar 1 miljoen abonnees. Ja, unieke abonnees. Ja, unieke abonnees. Kanalen en diverse top 10. Yes! Dit was echt leuk, ik vond het echt heel leuk. Mooi. Het kantoor was zo lelijk, hè? Het was zo lelijk. En deden zelfs... Hey! Jachtseizoen, 2 na best bekeken video van YouTube Nederland. 1 na best bekeken. 1 na best bekeken video van YouTube Nederland. Ik denk dat als zij nog een aflevering maken, maar met de andere 2, dat ze ook weer zoveel views hadden. Zoals destijds omhoog is gegaan, hebben ze nog steeds dezelfde slechte humor. Gozer! Wat zegt hij? Niet bij alles wat hij zegt, dat klopt. Ja, maar klopt niet! Hoezo slechte humor? Dit was een zieke vorige camera prank. Weet je nog deze video die we hadden opgenomen? Was wie de best kan het best keeper? Heel leuk, ik vond het echt heel leuk. Ik vond het echt geil. Ja. Voordat het zevental elkaar leerden kennen, hadden ze allemaal hun eigen kanaal. FC Roelie, FIFA Losofy, Dutch FIFA HD, Donald Press NL, Lucky Graaf NL, Hard Dynasty en Schools NL. Matty, toen nog bekend als FIFA Losofy, had veruit het grootste kanaal. Ja, om haar te danken aan zijn bijdrage aan Dagelijks HD. Met onder andere de FIFA Fridays. Ik denk dat Matt, die bij DHD zat, is een soort van het beste geweest voor allebei partijen. Matt was voor Milan was fucking chill. Die verdiende super veel geld in die video's. Ja. Matt, ik kreeg allemaal abonnees. Uiteindelijk was het voor ons ook super nice. Omdat FIFA bij een grote doelgroep bekend werd. Dus het was echt een win-win-win situatie voor iedereen. Bij een grote kanaal. Robbie en vervolgens Raoul. Ja, ja. Bij was je hier een beetje even het kontje? Ja, ik zat de laatste aan te denken. Wat een jonge kopjes. Ja, maar zeg maar, toen was ik natuurlijk ook jonger, maar alsnog wel een paar jaar ouder dan Rob. Ja, het was al gewoon smerig. Zeker toen je met Milo ging opnemen. Jij was 20, hij was 15, toen je had chillen. Eigenlijk ben ik een soort original Benno. Nee. Vies peuk. Nee, maar met Milo heb ik alleen, heb ik nooit bij hem thuis geweest of zo, zeg maar. Bij zijn ouders. Maar hij heeft zo wel een keer bij jou geslapen. Ja, dat is wel, ja. Voor een smeerlap. Op 14 mei 2015 ontmoeten de bankje tussen elkaar dan ook voor het eerst gezamenlijk op het DDG FIFA toernooi. Nee, ik ben een zware underdog eigenlijk. Ja, skills. Jullie hadden elkaar wel ontmoet, toch? Jullie? Nee hoor, ik zag iedereen voor het eerst hier. Hiervoor hadden ze onderling dan soms wel al contact. Zo kennen natuurlijk Raoul en Robbie elkaar. Nee, jullie kennen elkaar via de DDG. Want daarvoor kende ik hem al. Ja, maar dit was de eerste keer dat ik iedereen zag. De eerste video waarin de 7 als groep een video maakte, is dan ook meteen viraal gegaan. Dat is niet waar jongen, jij en Rob waren hier niet bij. Nee. En als je je misschien afvraagt waar de fuck Robbie eigenlijk is, wie moest vandaag naar de toppers? Hi, ik ben Koen. Oh, ben ik lekker. Vanaf hier hebben de bankers verschillende video's op hun eigen kanalen gemaakt. Van co-ops tot crossbar challenges en vakantievideo's. Wat velen niet weten is dat ze zelfs nog een 24 uur livestream hebben gedaan op het account van Robbie.
zijn gesponsord ook. Hey, even blur IB. Ga er even Ik Word Goed logo hieroverheen. Over Ik Word Goed gesproken trouwens, mensen. Wij hebben wat leuks. Ja, ga ik even vertellen? Nee, ik weet het ook wel. Want je kan bij Ik Word Goed, als jij iets bestelt, een videoboodschap erbij krijgen. Ja, en klopt. Die is niet persoonlijk. Want dat zou heel erg lastig zijn. Maar wat wel zo is, is dat je kan doen alsof het persoonlijk is. Dus dan hoor je mij zeggen: hey, Rappie, jij hebt een leuke giftcard gekregen voor Kerst. Heel veel plezier ermee. Groetjes van Ik Word Goed. En dan kan je die gewoon meesturen. Daarnaast gingen ze als vrienden ook op vakantie en maakten ze hier allemaal verschillende content voor. Dit leverde al gauw irritatie op, omdat er niet één moment was waarop ze vrij waren. Zo, wel even zieke buiksnoer, hè? Nee, nog steeds. Of heb je geschoren? Nee, maar... Oh, dus meer haar bedoel je? Ja, ik heb meer haar. Ik had daar echt alleen maar een streep. Hadden wij irritaties als we daar op... Nee, toch? Nee, we hadden wel dat we het zo van jammer vonden dat we niet echt op vakantie waren. Ja, maar hier viel het wel mee, hoor. In Benidorm was het heel erg. In Benidorm, toen hebben we constant gefilmd. Ja. Dat was wel... Dat maar was hier hebben we nog wel gewoon gechilld ook. De bankzitter is besloten daarom een gezamenlijk kanaal op te richten met de allereerste upload op 1 december. Zo, wat een goede intro. Het concept is vrij simpel. Ze bleven hetzelfde doen dat ze als groep al deden, maar dan op een gezamenlijk kanaal. Ze wonnen hierdoor ook in 2019 de Feat Award voor beste nieuwkomer. Misschien niet heel eerlijk en terecht. Hé, hey, maar... gozer! Sowieso. En terecht ook. Wij waren jonger dan die kanalen. Ja. Alleen we hadden allemaal een eigen kanaal. Ja. Boxing! We waren zo blij. Zo triest. Ja. Oh, wat is het triest, hè? Maar wij dachten echt een soort van, dit wordt onze doorbraak. Ja, we dachten ook, nu gaan de campagnes komen. Ja, echt, als we dit winnen, dan gaan de campagnes komen. Elk bedrijf denkt dan van, ik wil eerst niet met ze werken. Maar nu zijn ze best nieuw komen. En dan kunnen we uit eten in plaats van naar de McDonald's. Ja, aan het begin was inderdaad altijd dat we het rijden hadden, gingen we naar de McDonald's en dan was het geld op. Ja. De echte doorbraak van de bankzitters kwam toen ze gingen samenwonen. Dat is echt zo, hè? Ja. Ik vond het zo mooi dat iedereen aan het begin niet geloofde dat we echt samen gingen wonen. Ja. Dat vond ik zo schitterend. Echt fucking mooi, man. Kat op de hut, schitterend. De enige drie die er dan niet wonen waren Matthijs, Mark en Milo. Alle drie toevallig met de M. Vanaf het moment dat het aangekomen was... Klopt. Wow. Daar hebben we het ook wel eens op. En Mattie, ook met de M, maar die mogen wel. Eén iemand met de M mocht maar. Heb je echt een hekel aan Matthijs? Ja. Ik werd hier zo hard geframed. Mensen, ik had geen hekel aan Matthijs. Ik heb nog steeds geen hekel aan Matthijs. Mensen dachten hier echt dat we een sikke ruzie hadden uit elkaar. Nou, dat is echt niet waar. We hebben nog dagelijks contact. Dan ben je de enige. Tegelijk met het bekendmaken van het samenwonen werd ook het allereerste bankzittersnummers uitgebracht. Niks. De vijf mannen deden dit met name als een grap en hadden nooit gedacht later in hun carrière in de top 2000. Nu lijkt het net of we met niks in de top 2000 stonden. Hey, even over die top 2000. Hè. We staan er nu 3 keer in. Er zijn allemaal van die boomers die zeggen van dat is bla bla onterecht en dit en dat en zus en zo. 1. Het is een democratische stemming. Hey, ik heb navraag gedaan. 2. Want nee, mag ik eerst even zeggen waarover ik navraag heb gedaan? Ik heb navraag gedaan van stel er wordt zoveel op je gestemd dat je eerste zou komen te staan. Word je dan eruit gefilterd? Ik heb navraag gedaan. Nee, je wordt er niet uitgefilterd. Dus het is echt op stemmen. Ja. Dus als wij volgend jaar echt hele zieke promo gooien. Dan sta je waarschijnlijk gewoon echt in de top 10. Wil je dat? Ja, tuurlijk! Gozer, ja, ik schaam me er echt voor. Nu ben ik echt op het level dat ik echt denk, die boomers gek maken is het mooiste dat er is. Ja, nee, maar dat is het dus nu. Die boomers die hebben zich vorig jaar de hele tijd over opgewonden. En nu heb je alle jongeren die vinden het fantastisch om die boomers boos te maken. Ja. En daarnaast is die muziek ook het afgelopen jaar op Spotify 30 miljoen keer gestreamd. Heeft het in die kids top 20 allemaal gestaan en daarbuiten. Dus of je het nou goed vindt of niet, er zijn mensen die het luisteren. En er zijn mensen die het voor vorig jaar zo'n iconisch nummer vonden. Dat ze het voor 2022 in de top 2000 van de meest iconische nummers hebben gestemd. Ja, ik moet wel zeggen, vorig jaar waren er heel veel boze boomers, nu ook nog wel, maar is ook wel zo'n een berusting. Ja, dat ze zeggen van, ja, de jeugd heeft ook een stem. En ik heb dus ook gehoord, ik heb dus navraag gedaan, dat de NPO heel blij is met de nieuwe jeugdige stemmers. Wat ze juist vonden dat er alleen maar oude mensen stemmen. Ja, dus ik vind het heel fijn om nieuwe instelling. Is toch ook fantastisch? Ja. Daarnaast stonden ze ook op 50 Koningsdag. Kijk, dit was zo mooi. Het contract van KZO Huts, oftewel hun villa, liep af en ze vonden dat het al dit vier tijd werd om op hunzelf te gaan wonen. Raoul bij zijn vriendin. Ik heb een huis gekocht, zij komt bij mij. Nee, jij bent daar gewoon. Dat is waar, ja. Ik heb een succesvolle jonge vriendin. Bankzitters waren ondertussen al zo groot geworden dat hun kantoor wel echt nodig was. Ze hadden overigens ook al een handjevol mensen in Anton. Dienst. Ze wilden dit maar Anton. Op dit moment hebben de vijf heren 4 verschillende bedrijven. Zo! Een eigen kledinglijn, een eigen goedkaarten, overige gamers. Yes, haal nu FIFA 22, yeah! 6 bedrijven erachter. Hun belangrijkste tak is zeker nog het kanaal waar iedere video boven de 6 ton aan kijkers pakt binnen 5 dagen en treden ze door heel wat land op. Het klinkt en is kaartwerken wat ze tot nu toe altijd met een glimlach doen.
Dit was de Video Studio. Klopt. Tot de volgende. Hey, shout-out. Hey, shout-out een leuke naar de video. Jammer van alle fouten, maar voor de rest was het echt leuk. Ja, een paar kleine foutjes, maakt niet uit, kan gebeuren. En Vind je ons al het grootste YouTube-kanaal van Nederland? Oeh, weet ik niet, man. Durf ik niet te zeggen. Ik liep gisteren deed ik boodschappen en liep ik over straat. En toen stak er een familie over. Waarop dat jongetje echt op 2 meter afstand van mij heel erg zusje zegt: dat is Raoul van de Bankzitters. Waarop dat meisje zei: ja, kijk, de bankzitters kijk ik niet. En toen dacht ik: ja, maar je bent 13, 14 of zo. Jij hoort gewoon bankzitters te kijken. Je kan niet met die leeftijd bankzitters niet leuk vinden. Dat kan gewoon. Nee, ik vind dus het leuke dat als ik door de stad loop, zijn er en kinderen van inderdaad 14 naar me toe komen, maar ook gasten van 25. Ja, dat is dat mooi. Vind ik zo mooi! Zo mooi! Terwijl als je vraagt, kennen jullie Stuk TV? Zeg maar, ja, die kennen we wel. Ja. Nou, hoe kan dat nou? Ik ben benieuwd. Mensen, laat weten, hoe kan dat? Wat moeten wij nog meer doen? Wat hebben we ongelooflijk veel meegemaakt? Wat ga je nog veel meemaken? Jij wordt bedankt. Vergeet te abonneren. NordVPN, link in de beschrijving. Code Raoul! Code Raoul. En ik wil de groet. Geef een giftcard cadeau. Code Raoul! Voor 2% korting.